we zijn nu op het Kuehne+Nagel Innovation and Development Center in Utrecht. En wat voor ons bijzonder is dat we hier eigenlijk een aantal activiteiten samen hebben gebracht. In de eerste plaats willen we hier graag onze medewerkers ontwikkelen. Om ze naar een hoger niveau te kunnen tillen. Om voor het klant een betere dienstverlening nog steeds te kunnen gaan doen. Een andere activiteit is dat we al onze projecten en reguliere meetings hier nu organiseren op een mooie centrale locatie. En de laatste activiteit is dat we ook klanten ontvangen hier om met hen samen te kijken naar innovatieve ideeën waarmee we de logistiek slimmer kunnen maken. Iedereen die in dienst komt van Kuehne+Nagel krijgt één of meerdere trainingen op deze locatie. En communicatie is daarom ook echt essentieel. Dit wordt de presentatieruimte van Kuehne+Nagel, een plek waar presentaties en workshops worden gehouden. Wat je merkt is dat ik op korte afstand misschien nog wel redelijk verstaanbaar ben, maar hoe meer mensen hier bezig zullen zijn, hoe lastiger dat het wordt. Nu sta ik in dezelfde ruimte met absorptie aan het plafond. Je merkt dat de spraakverstaanbaarheid is verbeterd. Ik hoef mijn stem niet meer te verheffen en ik ben voor iedereen goed verstaanbaar. Dit komt door de Ecofon Soundlit Comfort Units. Deze combineren uitstekende absorptie met moderne LED-verlichting. Wat er eigenlijk gebeurt is dat het geluid raakt het oppervlak, wordt omgezet in een andere vorm van energie en verdwijnt. Nou, omdat we het pand een industriële look wilden geven, hebben we het plafond bewust weggelaten. Dat de leidingen en alles wat daarboven loopt ook zichtbaar is, want ook dat is logistiek. Dus dat was de link met ons bedrijf. Maar dat had wel tot gevolg dat we natuurlijk moesten kijken dat we op alle plekken wel een goede akoestiek kregen. En dat was de reden dat we ook met Ecofon in zee zijn gegaan om daar zeg maar een product van af te nemen. Zodat de akoestiek inderdaad goed bleef in de ruimte. Het Massamatrix systeem is voor grotere ruimtes waar een hoge bedekkingsgraad gewenst is, maar waar een wand-op-wand plafond niet mogelijk of wenselijk is. Er is overal op een hele normale manier met elkaar te praten. En dat is denk ik het beste compliment wat je kunt krijgen, want de akoestiek is gewoon erg goed geworden.